Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Welkom bij deze nieuwe vlog. En deze vlog is opgenomen in Istanbul. Ik ben een beetje dik aangepakt, want het is me precies gelukt om in het weekend dat het in Nederland zo lekker warm lenteweer was, om hier te zijn in de sneeuw en in de regen en zo. Vandaag gaat het gelukkig wel weer. Istanbul is echt een prachtige stad om te zijn, dus ik heb nergens last van gehad. Istanbul heeft zo'n rijke islamitische geschiedenis dat ik eigenlijk iedereen die dit kijkt wil aanraden. Bezoek deze stad en kom hier een keertje kijken en geniet van alles wat deze stad te bieden heeft. Een van de zaken is bijvoorbeeld, zie je hier achter mij, is de Hagia Sophia moskee. Nu, de Hagia Sophia moskee is, de bouw daarvan is begonnen in de 6e eeuw. En in eerste instantie was het een christelijke kerk. En op het moment dat Mehmed de Veroveraar uiteindelijk in 1453... Constantinopel toevoegde aan het islamitisch grondgebied, toen heeft hij het omgevormd naar een moskee. En dit gebouw is lange tijd ook een van de grootste gebouwen, of zo niet het grootste gebouw ter wereld geweest. Dus het is enorm indrukwekkend als je binnenkomt en de enorme ruimtes die je daar betreedt. En natuurlijk de enorme geschiedenis en alles wat zich daar heeft plaatsgevonden. Dat het een moskee is geworden, ligt nog steeds een beetje gevoelig. Na de Eerste Wereldoorlog zijn de renovaties opgestart. En na de renovaties is het geopend als een museum. En dat blijft een beetje een puntje van discussie. Maar alhamdulillah, het is een enorm mooi gebouw om te bezichtigen. En het is interessant dat op het moment dat Mehmed de Veroveraar hier kwam, er is een verhaal daarover waarbij, dat gaat als volgt. Dat er een overlevering is van de profeet sallallahu alaihi wasallam, waarin de profeet zegt dat Constantinopel, hè, dus dat is de oude naam van Istanbul, ooit zal vallen en zal een onderdeel zal worden van het islamitische grondgebied. Waarbij de profeet heeft gezegd, prachtig is de leider, hè, of geweldig is zeg maar de leider van dit leger. En prachtig is het leger die Constantinopel op een gegeven moment verovert en toevoegt aan het islamitische rijk. En het verhaal gaat dat Mehmed de Veroveraar deze hadith hoorde en zichzelf als doel heeft gesteld om de persoon te zijn die in deze hadith werd omschreven. Zodat hij heeft gezegd als het ware van ik wil ervoor zorgen dat op Yom al-Qiyamah, als deze hadith naar voren komt of als ik naar voren moet komen, dat het duidelijk zal zijn dat ik de persoon ben die in deze hadith is omschreven. Nadat hij, overigens hij was 21 jaar ook toen hij uiteindelijk dus in 1453 Constantinopel overwon met zijn leger. En in eerste instantie dus werd de Hagia Sophia moskee hier achter mij werd een moskee. En later, een paar eeuwen later, werd hier aan de andere kant van het plein de Sultan Ahmed Jami geopend. En de Sultan Ahmed Jami en de Hagia Sophia moskee zijn met z'n tweeën waarschijnlijk wel de twee bekendste landmarks, als het ware zou je kunnen zeggen, van deze prachtige stad Istanbul. Daarnaast heb je hier natuurlijk ook nog het Topkapi Museum waar je naartoe kan gaan, waar je ook heel veel objecten kan vinden uit de islamitische geschiedenis. En je kan hier natuurlijk gewoon ook het gebed 5 keer per dag verrichten in de Sultan Ahmed Jami. Mensen kennen het ook wel als de blauwe moskee. Dan zeggen ze, hey, hij is, het heet de blauwe moskee, maar hij is helemaal niet blauw van buiten, hij is blauw van binnen. Persoonlijk vind ik het wel heel erg mooi om eigenlijk, misschien zouden we dat ook met mensen onderling moeten doen, dat we elkaar helemaal niet meer gaan aanduiden met de kleur die we aan de buitenkant hebben, maar onze kleur aan de binnenkant. Dus ik vind dat persoonlijk eigenlijk juist een heel mooi iets. Istanbul is een stad met een rijke islamitische geschiedenis. En daardoor als je hier bent, ga je ook nadenken over je eigen islam. Nou, als we kijken naar dat verhaal van Mehmed de Veroveraar, daar zijn best wel een aantal punten van kritiek die je zou kunnen benoemen over de authenticiteit van dat verhaal. Maar los daarvan is het wel heel erg inspirerend. En het doet me heel erg denken aan op het moment dat ik spreek met mensen die beginnen met het praktiseren van de islam. Dan hoor ik nog wel eens dat ze het een beetje overweldigend vinden. Zoveel hadith als er zijn waarin heel veel zaken worden aangeraden. Natuurlijk, datgene wat onze verplichtingen zijn moeten wij doen. Datgene wat haram is moeten wij laten. Maar daarnaast zijn er heel veel vrijwillige zaken die we zouden kunnen doen. En dan vinden we, er is een hadith over dit, er is een hadith over dat, er is een hadith over zus. En er worden heel veel zaken worden aanbevolen. En mensen raken soms, merk ik wel eens, dat ze een beetje door de bomen het bos niet meer zien. En hoe kan je dan op een hele goede manier daarmee aan de slag? Nou, stel je nou voor dat je, wat ik dan noem, zeg maar, de Mehmed approach zou kiezen. Dat je op een gegeven moment één hadith kiest en dat je zegt, ik wil de persoon zijn waar deze hadith over gaat. Nou, natuurlijk, Constantinopel veroveren, daar ben je even een paar eeuwen te laat mee. Maar stel je nou voor, laat ik je drie voorbeelden geven. Eén, er is een hadith waarin de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt dat diegene die de 99 namen of de 99 karaktereigenschappen zeg maar, van Allah subhanahu wa ta'ala memoriseert,
En het gaat hier meer over meer dan alleen stampen. Het gaat ook over daadwerkelijk het internaliseren ervan. Dat degene die deze 99 namen, deze 99 attributen als het ware memoriseert, deze persoon gaat naar het paradijs. Dus je zou kunnen zeggen, naast gewoon alle verplichte zaken, ga ik ervoor zorgen dat ik behoor tot de persoon waar deze hadith over gaat. Een andere hadith. We horen een omschrijving van het paradijs, van een van de poorten van het paradijs, de poort Ar-Rayyan, waarbij wordt gezegd, dit is de poort die open zal gaan voor degene die zeg maar de vastenden waren. En op het moment dat de vastenden via deze poort het paradijs binnen zijn gegaan, daarna zal deze poort weer sluiten. En je zou ervoor kunnen kiezen om, naast alle gewone verplichtingen, ervoor te zorgen dat je zegt, ik wil iemand zijn waarvan op Yom El Qiyama kan worden gezegd, deze persoon die hier nu staat, is een van de personen waar deze hadith over gaat. En een derde voorbeeld, bijvoorbeeld een voorbeeld waarbij de profeet sallallahu alaihi wasallam spreekt over de personen die zich ontfermen over de wezen. En dan hebben we het meer dan alleen een beetje sadaka geven. We hebben het over meer dan alleen sadaka geven af en toe. Mashallah, blijf dat doen. Hè? Maar dat je echt zegt, van, stel je nou voor dat we over jou iets zouden moeten gaan vertellen. En we zouden jou moeten introduceren ergens. Dat het eerste wat we zouden zeggen is, dit is een persoon die zich ontfermt over de wezen. Dit zijn keuzes die je kan maken, dat je als het ware één hadith pakt over één aanbevolen zaak. En dat je zegt, ik ga mij met een volledige focus, volledig dedicated erop richten, dat deze hadith van toepassing is op mij. Ik denk dat dat voor een aantal mensen het zal helpen om meer gefocust bezig te zijn met hun islam. En om op die manier met die focus ook daadwerkelijk heel ver te gaan in het realiseren en het internaliseren van dat punt dat daar specifiek wordt aanbevolen. Sowieso voor ons allemaal mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons in staat stellen om plaatsen te bezoeken met een rijke islamitische geschiedenis, zodat wij meer kunnen leren over onze eigen achtergrond, over de traditie waar wij in mogen staan. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons in staat stellen om de islam te praktiseren op een betere manier dan wij vandaag de dag doen, op een manier met meer focus dan wij daar vandaag de dag doen, zodat het er uiteindelijk toe zal leiden dat wij mogen toetreden en mogen behoren tot diegenen die toetreden tot het paradijs. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.